er is een oproep geweest, ook bij jullie in de krant of in de AH Visie, een oproep, wie wil de klimaatburgemeester worden van Almelo? Dat was vorig jaar, daar heb ik mij aangemeld. Ik denk, er melden zich wel meer aan. Ik ben niet een bloedfanatieke klimaatverdediger. Ik denk, er zijn wel andere mensen die misschien altijd op de fiets zitten en nooit in de auto. Maar nee, ik ben het geworden. Ik heb voorgesteld om in de stad, wat al wel gebeurt in Almelo, met schapen veel te gaan doen, te begrazen. Veel meer met bloemen, planten te gaan doen. Ik heb ergens een idee voor een gebied om daar bos te planten, struiken te planten. Meer groen. Ik zie helaas dat er hier en daar groen verdwijnt. Dat heb ik allemaal omschreven en dat was kennelijk voldoende om mij klimaatburgemeester te maken. Ik ben vrijwillig schaapherder bij Landschap Overijssel. Ik loop veel op de Argemenberg en de Lemelenberg bij Ommen. Ik heb inmiddels een eigen kudde. Die noemde ik gekscherend de Almeloze met een vette knipoog stadskudde. Maar die is wat gegroeid en inmiddels is het gewoon de Almeloze stadskudde. Is dat een fulltime job? Nee, dat is een fulltime hobby. Dat komt dus in feite op hetzelfde neer? Ja, je hebt er wel net zoveel werk aan. Ja. Ik ben vandaag bij de gemeenteraad. Ik ben benieuwd of ze allemaal in hun achterhoofd het klimaat hebben. Overal waar ze over nadenken, waar ze besluiten nemen, wordt er ook iets aan het klimaat gedaan. Dan bedoel ik niet alleen het klimaat groen, maar milieu, maar ook het klimaat hoe gaan we met elkaar om. Ik sta hier aan een tafel, komt er ook iemand hallo, jullie komen bij mij even hallo zeggen. Ook dat vind ik een belangrijk klimaat, met elkaar omgaan. Want iedereen denkt altijd maar aan klimaatactivisten. Nou, die hebben we de laatste tijd veel op tv gezien. Ze lijmen zich vast met zeer klimaatonvriendelijke lijm, gebruikt dan op waterbasis, veel gezonder. Ze gooien ook nog eten weg, heb ik gehoord. En ik denk van af en toe gewoon met elkaar omgaan, praten. Gooi het op social media, ga naar mensen toe, ga naar een kroeg en leg het op tafel, het klimaat. A, door het fijne gesprek, maar ook even benoemen. Wat gaat u de komende tijd doen in en voor Almelo? Ik heb heel toevallig vandaag al een gesprek gehad met Ruud Schraven over het klimaat, over groen in Almelo. Ik heb binnenkort een gesprek bij de Rabobank, want ik hoop toch echt dat de Rabobank in Almelo, een groene bank, geen zonnepanelen op het dak, dat die ook een zonnepanelen op het dak gaan leggen. Ik heb binnenkort nog een gesprek met, ben ik die naam alweer even kwijt, maar grappig is, het rolt. En daar gaat het om. Ja, ik ga niet beweren dat wij in Almelo het klimaat gaan redden op de wereld. Dat zullen we met z'n allen moeten doen. En dat kan allemaal op klein, als iedereen wat bijdraagt, is het een begin.